Gestolen schilderijen uit West-Fries Museum duiken op bij extreemrechtse militie in Oekraïne. Door dit kelderdeurtje verlieten de kunstrovers bijna 11 jaar geleden het museum met hun buit. De schilderijen zijn nu dus weer opgedoken. Maar daarmee zijn ze nog lang niet terug in Hoorn. En verder in het nieuws vandaag. Steeds meer mensen in de schulden door zorgkosten en hoge huren. En een record aantal Michelinsterren in Nederland. Goedenavond. Het klinkt als een scenario voor een spannende film. Maar voor het West-Fries Museum in Hoorn is het realiteit. 24 schilderijen die 10 jaar geleden werden gestolen... zijn opgedoken in Oekraïne bij een ultra-rechtse militie... die er heel veel geld voor wil hebben. Volgens het museum gaat het om criminelen met contacten tot op het hoogste niveau. En tot nu toe is het niet gelukt om de kunstwerken terug te krijgen in Nederland. Dit zijn de lege lijsten waaruit de schilderijen in 2005 werden gestolen. En 10 jaar lang leek het erop dat ze van de aardbodem waren verdwenen. Nu blijkt dus dat ze onderdeel zijn geworden van een schimmig krachtenspel in Oekraïne. En dat maakt de kans dat ze hier ooit weer te zien zullen zijn er niet bepaald groter op. Mislukte onderhandelingen over het terughalen van gestolen kunst. Je treedt er als museum normaal gesproken niet graag mee naar buiten. Het West-Fries Museum moest vandaag wel. Een ultieme poging, omdat ze denken dat de schilderijen nu aan andere partijen worden aangeboden. Daarmee valt de collectie uit elkaar en bestaat het grote gevaar dat de doeken voor zeer lange tijd uit beeld verdwijnen en onderduiken in het illegale circuit. Ook gezien de staat van de werken is het 1 voor 12, misschien zelfs al 1 over 12. Vorig jaar duikt een van de gestolen schilderijen plotseling op een website in Oekraïne. Hierop volgen onderhandelingen met deze man, de leider van een ultranationalistische militie. Later blijkt, volgens het museum, dat de partijleider van de extreemrechtse partij Svoboda achter de schermen de touwtjes in handen heeft, samen met het voormalige hoofd van de geheime dienst. Kunstdetective Arthur Brandt voerde namens het museum de onderhandelingen, die dus mislukten. Het is gewoon een kwestie van geld, zoals altijd. De heren eisten 5 miljoen en het museum kon een onkostenvergoeding aanbieden van 50.000 euro. En dat verschil was te groot om te overbruggen. De kunstrovers kwamen 10 jaar geleden binnen via dit kelderluik. En maakten er binnen een gigantische puinhoop van. En ook al zijn de schilderijen die ze buitmaakten niet de allergrootste meesterwerken, Hoorn wil ze heel graag terug. Die schilderijen zijn een onlosmakelijk onderdeel van het verhaal van de Gouden Eeuw van West-Friesland. En wij zeggen, de toekomst van het West-Fries Museum is niet compleet zonder dat deze schilderijen hier weer bij ons aan de wand hangen. En zo ziet een van die schilderijen er nu uit, de Boerenbruiloft van Hendrik Bogaert. Martijn Bink bij het West-Fries Museum in Hoorn. Als je dat ziet, Martijn, dat belooft weinig goed. Het belooft inderdaad weinig goeds. Die doeken zijn waarschijnlijk jarenlang opgerold, bewaard gebleven. En dat eist een tol. En dat geldt waarschijnlijk niet alleen voor die boerenbruiloft die jullie net lieten zien, maar voor heel veel andere doeken ook. Dus mochten ze ooit terugkomen hier in Hoorn, dan zullen ze in ieder geval grondig gerestaureerd moeten worden. Ja, is dat de reden trouwens ook waarom het museum er veel minder voor wil geven dan die rebellen willen hebben? Ja, dat is een van de redenen. Volgens het museum waren de doeken 10 jaar geleden toen ze gestolen werden 1,5 miljoen euro waard. Maar nu in deze staat nog maar 500.000 euro. En het museum is bereid om 50.000 euro aan vindersloon te betalen. Dat is een principe kwestie, want ze willen hun eigen doeken niet terugkopen. Dat willen ze gewoon niet. Ja, en die criminelen in Oekraïne die vragen 5 miljoen euro. Heel veel getallen, heel veel bedragen. Het komt erop neer dat die criminelen veel meer vragen dan dat het West-Fries Museum wil betalen. Ja, en dat museum brengt dat verhaal nu naar buiten om te voorkomen dat ze aan anderen worden verkocht. Je zou ook kunnen zeggen, het is een risico natuurlijk, want die rebellen zitten nu klemvast. Ja, ze nemen een groot risico, maar ze zeggen, we kunnen niet anders. Die doeken dreigen nu verkocht te worden aan andere partijen en dan zijn ze voorgoed verloren. En daarom treden ze er nu mee in de publiciteit. Zo weten die potentiële kopers in ieder geval dat het hier om roofkunst gaat. Maar ze nemen inderdaad het risico dat het de criminelen zo warm onder de voeten wordt dat de doeken worden vernietigd. Dat is het slechtst denkbare scenario hier in West-Friesland, hier in Hoorn. Maar ze houden er wel serieus rekening mee. Ja. Oké, Martijn, dankjewel.
Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft de kwestie van die gestolen kunst al besproken met de Oekraïense president Poroshenko. Maar dat heeft tot nu toe niks concreets opgeleverd. Nou, wat wij kunnen doen is natuurlijk één, op het hoogste niveau met minister Klimkin, maar ook met president Poroshenko hebben we dat ook overigens al gedaan, aan de orde gesteld dat wij weten, althans dat we de informatie gekregen hebben van anderen, dat deze kunst in bezit zou zijn van een bepaalde groepering in de Oekraïne. En dat we echt onze hulp willen hebben om dat zo spoedig mogelijk terug te krijgen. Hoe gaat dat dan? U kaart dat aan bij uw ambtgenoot. Wordt het dan meteen geregeld? Nou, ik neem aan dat zij zelf ook een onderzoek moeten instellen. Dat doen ze geloof ik ook op dit moment. En proberen natuurlijk dat te achterhalen en die kunst terug te krijgen. Ik vind het wel verstandig nu dat museum dat ook naar buiten heeft gebracht. Omdat dat natuurlijk de kansen verkleint dat het ook direct verkocht wordt. Dus dat was nodig. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk contacten om te proberen deze kunst terug te krijgen. Dat is natuurlijk een heel slechte zaak. Ja, minister Koenders gaat ervan uit dat de Oekraïense geheime dienst niet betrokken is geweest bij die kunstroof. Steeds meer Nederlanders bouwen schulden op, terwijl ze daar zelf, vinden ze, niet zoveel aan kunnen doen. 3 jaar geleden kwamen mensen nog vooral door eigen toedoen in de schulden. Ze gaven te veel geld uit of gingen slordig met hun administratie om. Maar nu zijn het vooral de vaste uitgaven die voor problemen zorgen, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Van de huishoudens die betalingsproblemen hebben, wijst meer dan een kwart naar de maandelijkse vaste lasten, zoals de huur. En ook verdienen ze vaak minder. En opvallend, ook de hoge zorgkosten zijn steeds vaker een groot probleem. Waar moeten al die boodschappen van betaald worden? Veel Nederlanders weten het niet meer. Vooral bij mensen met een uitkering is de rek eruit. Want het houdt een keer op met bezuinigen. Het geld is soms gewoon op. En de problemen ontstaan niet meer zozeer omdat mensen er op financieel gebied een potje van maken, maar omdat de vaste lasten, zoals zorg en huur, steeds hoger worden. Ja, deze verschuiving vinden wij zorgelijk, omdat wij ook zien dat mensen op zich wel goed met hun geld omgaan. We begroten beter, we gaan planmatig met ons geld om. Maar we zien nu dat het geld er ook daadwerkelijk niet is. Dat mensen echt rekeningen moeten betalen. Zorgkosten zijn zaken waar je niet omheen kan. Maar ze hebben gewoon het geld niet. Anne van der Kade werkt bij het Budgetadviescentrum in Veenendaal. Ook zij ziet steeds vaker tamelijk radeloze mensen aan haar bureau die niet meer rond kunnen komen. En ook niet meer weten hoe ze het op moeten lossen. We kunnen ze gaan coachen, maar waarop moeten ze dan coachen? Want ze weten het vaak zelf wel. Wat we voorheen zagen was vooral problemen in gedrag. Dat mensen echt overbestedingsschulden hadden en veel bestelden op internet of te veel kochten gewoon. En nu zien we dat mensen wel weten dat ze dat niet moeten doen, maar hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. En dan rest dus voor veel mensen nog maar één ding en dat is de voedselbank. Bij het Nibud zeggen ze dat de uitkomsten een signaal moeten zijn voor de politiek. Al die hoge kosten, zeggen ze, zijn het gevolg van overheidsbeleid. Dat gebeurt niet vaak. De laatste keer was 5 jaar geleden. Rechtstreeks vanuit het Witte Huis sprak president Obama de Amerikanen toe. Het ging over terreur. Er werd veel van verwacht van die toespraak vooraf. Maar de president sprak vooral geruststellende woorden. Many Americans are asking whether we are confronted by a cancer that has no immediate cure. Well, here's what I want you to know. The threat from terrorism is real, but we will overcome it. We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. De terreuraanval in San Bernardino, waar geradicaliseerde moslims 14 mensen vermoorden, was de aanleiding voor Obama om zijn land toe te spreken. Die aanslag maakte volgens hem nog eens pijnlijk duidelijk dat er iets fundamenteel is veranderd. The terrorist threat has evolved into a new phase. As we've become better at preventing complex, multifaceted attacks like 9/11, terrorists turn to less complicated acts of violence, like the mass shootings that are all too common in our society. Maar de Amerikaanse bevolking verwacht wel van zijn commander-in-chief en de veiligheidsdiensten dat die dat ondervangen. En tot nu toe heeft een absolute meerderheid van Amerikanen daar helemaal geen vertrouwen in. En dus klonk president Obama afgelopen nacht strijdvaardig. Maar hij herhaalde toch vooral de strategieën die al worden ingezet tegen ISIS en het internationaal terrorisme. Dus of dat vertrouwen afgelopen nacht nou is toegenomen. It comes across as a little weak. But that's kind of Obama's style. No, was it strong enough?
nieuwe maatregel die Obama aankondigde was strengere controle van buitenlanders die zonder visum het land binnenkomen, om te voorkomen dat teruggekeerde Syrië-strijders makkelijk vanuit Europa naar de VS kunnen reizen. Ja, de strijd tegen IS. Vorige maand heroverden Koerden de stad Sinjar in Noord-Irak op IS. Een strategische stad, maar ook een symbolische. Het was de stad waar de Jezidis vandaan vluchten. De verwoeste stad is vooral een uitvalsbasis nu voor Koerdische strijders, mannen en vrouwen. Een aardemuur als een streep in het land is het nieuwe front. Sinjar is net wel, het dorpje daarachter net niet heroverd. Om IS tot achter die lijn terug te vechten, werkten alle Koerdische groepen met elkaar samen. In Sinjar houden ze nu de wacht. Mannen vooral, maar verspreid over het dorp ook vrouwelijke strijders. Rust op de basis van de vrouwen, vlak voor de lunch. Ze vochten en vechten overal mee. In haar eenheid vechten ook Jezidi-vrouwen die juist hier zo'n vreselijk lot wachten. De vrouwen zijn onderdeel van de Koerdische Arbeiderspartij. Na de gezamenlijke overwinning probeert elke groep met eigen controlepunten een deel van het dorp af te bakenen. De eenheid tussen de Koerdische groepen is broos. Mannen en vrouwen, daar heb je het al. Twee groepen in de Koerdische strijdkrachten. Er zijn er talloze die elkaar vaak het licht in de ogen ook niet gunnen. Dat zie je hier al met verschillende controleposten van verschillende groepen. En die moeten dan samen gaan vechten op andere plaatsen in Irak. Dat gaat een van de problemen worden. Na de lunch zal ieder zijn wapen pakken en weer naar een andere plek in het dorp gaan. Als vrouw hier strijden tegen IS is ook een statement. Ja, nog steeds grote wateroverlast in Noord-Engeland. Er is kritiek op de overheid omdat die na 2005 miljoenen heeft uitgegeven aan maatregelen om overstromingen tegen te gaan. Dat heeft dus blijkbaar weinig geholpen. Het was een record hoeveelheid regen. In Noord-Engeland en in Schotland kwam in een dag naar beneden wat er anders in een maand valt. Maar toch is er meer mis, vindt een bewoner van Carlisle. We spent £6 million on flood defences. It hasn't worked. And it's not just the flood defences, it's also the sewage as well. Basically, the water from there, the pressure from there was forcing the water up and it was just coming out. If they'd actually cleaned these drains a lot quicker, none of this would have happened. Well, we didn't really get a warning that it was going to be as bad as what it ended up being. And we didn't have a warning the day before that the weather front was coming in. So I think it could have been a bit forecast a bit better than maybe it has been. In Noord-Engeland en Schotland zijn duizenden getroffen. Zo'n 5000 huizen staan nog onder water. Wegen en spoorwegen zijn onbruikbaar, veel scholen gesloten. In Lancaster zaten het weekend 55.000 mensen zonder stroom, maar die is inmiddels hersteld. In het graafschap Cumbria zitten nog wel mensen zonder stroom. Nabestaanden van twee doodgeschoten Molukse treinkapers stellen de Nederlandse staat aansprakelijk voor hun dood. Ze zouden in 1977 zijn geëxecuteerd toen er met geweld een einde werd gemaakt aan de treinkaping bij de Punt. De staat moet op 23 december voor de rechter verschijnen. Ja, dit is een nieuwe foto van kroonprinses Amalia. Ze is vandaag 12 geworden. Zij en haar zusjes, ieder op hun eigen paard. Speciaal voor Amalia was er een concert met klassieke muziek. Kinderen van de Haagse basisschool Prinses Amalia waren ervoor uitgenodigd. Een recordwinst voor het Front National van Marine Le Pen. De partij won met bijna 28% van de stemmen de eerste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk. En bleef daarmee de Republikeinen en de Socialisten ruimschoots voor. Zondag is de tweede ronde.
En in Venezuela leverden de parlementsverkiezingen een grote nederlaag op voor de socialisten van president Maduro. De grootste verkiezingsnederlaag in 17 jaar. Feest was het dus in de straten van Caracas. Grote vraag is hoeveel macht het nieuwe parlement gaat krijgen. Peking heeft voor het eerst code rood afgegeven in verband met hevige smog. Hoogste alarmfase geldt in de Chinese hoofdstad voor de komende 3 dagen. Allerlei noodmaatregelen worden van kracht. Waaronder het sluiten van de scholen, zodat kinderen niet naar buiten hoeven. Vorige week kampte Peking ook met zeer zware smog. Maar toen hield het stadsbestuur nog vast aan code oranje. Inwoners waren daar woedend over, want kinderen moesten toen gewoon door de smog naar school. Ja, en in Parijs stikt inmiddels de tijd weg voor de klimaatonderhandelaars. Vandaag is de 2e week van de milieutop ingegaan. Ze hebben nog tot vrijdag om een akkoord te bereiken. Bedoeld om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Parijs vandaag, 13 graden. Tussen de onderhandelingen door genieten de deelnemers van lenteachtig weer in december. I guess it's unusual. I'm from Denmark. It would have been very unusual in Denmark if it was there. You think this is climate change or? Could be. Well, you don't know. It's just one day. De internationale conferentie gaat de 2e week in. Nu zijn de ministers aan zet en de tijd begint te dringen. Toch is VN-baas Ban Ki-moon hoopvol. There is a rising global tide of support for a strong universal agreement. Ondertussen voeren ook de milieuorganisaties de druk op. Zij vinden zelfs dat de limiet voor opwarming van de aarde nog verder naar beneden moet. Van 2 naar 1,5 graad. Er zijn heel veel landen in de wereld waar mensen nu al ernstige gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Terwijl we nu pas op 1 graden klimaatopwarming zitten. Terwijl sommigen de lat nog hoger leggen, neemt bij de echte onderhandelaars de spanning toe. Nog maar 4 dagen en dan moeten ze iets bereikt hebben. Ja. Correspondent Ron Linker bij die top in Parijs. Ron, nog een paar dagen dus. Hoe staat het ervoor? Nou, we hebben vorige week gezien dat president Obama hier was, Poetin, Xi Jinping van China, die zijn allemaal vertrokken. En direct daarna zijn de onderhandelingen formeel dan echt begonnen met de ambtenaren. De topambtenaren die hebben tot het weekend overlegd en daar is uiteindelijk deze tekst uitgerold. Zo'n 40 kantjes met nog honderden woorden die tussen haakjes staan. Over al die woorden moeten nog compromissen worden gesloten. En dat zijn hele lastige onderwerpen. Bijvoorbeeld de kwestie van arm en rijk. Arme landen vinden dat rijke landen moeten meebetalen aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. De rijke landen zijn daar best bereid toe, maar natuurlijk niet zonder meer. Daarover gaat het. Ministers hebben zich verdeeld in groepen. Ook de Nederlandse staatssecretaris Dijksma van Milieu is gevraagd om namens Europa te onderhandelen op dat lastige dossier van arm en rijk en dan met name de financiering. Dus het kan nog een lastige week worden. Ja, dus is de sfeer ook belangrijk. Wat proef je om je heen? Hoe is die sfeer? Wat we vorige week zagen bij het begin, de opening met al die 150 regeringsleiders en staatshoofden, was toch een gevoel van optimisme. Dat optimisme dat maakte plaats voor realiteitszin. Nu moesten echt de harde knopen worden doorgehakt. Dat gebeurt nu dus ook bijvoorbeeld onderwerpen die allemaal dwarsverbanden met elkaar hebben. Hè? De uitstoot van broeikasgassen heeft effecten als het gaat om de economie, als het gaat om politiek, als het gaat om sociale kwesties. Desalniettemin toonde staatssecretaris Dijksma zich vanavond voorzichtig optimistisch over de afloop. Ja, de druk is ontzettend groot. En iedereen wil er toch eigenlijk wel in de loop van de week uitkomen. Maar ik zeg maar heel eerlijk, ik heb mijn koffer goed volgepakt. Dus als het langer mocht duren, dan zij dat zo. Ik heb liever een paar dagen lange overleg en een heel goed en ambitieus akkoord dan een overleg dat kort van duur is, maar ook echt te weinig oplevert. Pas aan het einde van de week zullen we dus weten of de verwachtingen van Sharon Dijksma uit zullen komen. En of er inderdaad een nieuw akkoord ligt van Parijs. Of de partijen tot elkaar zijn gekomen over al die lastige dossiers. Okay, horen we van je. Ron, dankjewel. Ja, bosbranden de afgelopen maanden maakten van Indonesië in één klap een van de grootste vervuilers ter wereld. Een oppervlakte zo groot als de helft van Nederland ging in vlammen op. Plantages voor de papier- en de palmolie-industrie zijn de oorzaak van veel van die branden. En die komen ieder jaar weer terug, die branden. Correspondent Michel Maas zocht uit in Kalimantan hoe dat kan. De regen kwam en bluste na 3 maanden tenslotte alle branden. Regen vult de rivier en de kreken. En nu is het tijd te gaan kijken wat er over is van de kleine dorpsplantage in het bos.
De bomen zijn dood. De bladeren geroosterd. Voor de zoveelste keer. Apa namanya itu? Tulai kabonnya lagi. Bakar terus. Untung uyuh aja. Grote profiteurs van de branden zijn de papier- en palmolie-industrie. Waar het vuur is geweest, maken zij hun plantages. Yes, the ecosystems are lost. Yes, we are emitting lots of greenhouse gases. Yes, we're creating health problems. But we're doing it because there are economic gains in it. Niet de rook, maar de economie is dus het grote probleem. En daarvoor moet een werkbare oplossing worden gevonden. Dit jaar ging een gebied zo groot als half Nederland in vlammen op. Indonesië kon alleen maar machteloos toezien. De president kwam om hier een toespraak te houden bij dit kanaal dat hij snel door zijn soldaten had laten graven. Was het een noodverband of public relations? Het doet er niet meer toe. De brand is weg, de rook is weg, de president is weg. En die soldaten die zijn ook weg. En de bevolking blijft achter, bang dat nu ook de urgentie weg is. En dat er weer niks gebeurt. Tot de volgende brand. Regen blust niet alleen, hij brengt ook iets. Leven. Het verbrande land is super vruchtbaar en de boeren weten dat. Dus die steken hun akkertjes in brand en planten in de as. Zo doen ze dat al generaties. En zo zullen ze het blijven doen. Ja, volgens sommige berekeningen was de kooldioxide-uitstoot door die branden van de afgelopen maanden nog groter dan de uitstoot van Duitsland in een heel jaar tijd. Ja, voor topkoks is het bloedspannend ieder jaar in december. Welke restaurants krijgen een Michelinster? Welke verliezen er misschien een? Kortom, wie staat er met hoeveel sterren in die rode Michelin-gids dit jaar? Opmerkelijk deze keer, alle restaurants behielden de sterren die ze hadden. En 7 restaurants krijgen voor het eerst een ster. Genieten voor chef-kok Mario Ridder van restaurant Julia. De ster is binnen. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. Amper 2 uur eerder. Hoogspanning in de dan nog sterloze Rotterdamse keuken, waar ze werken aan een sterwaardige lunch. Kan je nou zeggen, wat schaft de pot of bent u dan een beetje beneden? Nee, ja, doe maar normaal. Doe je gek genoeg, zeg ik, in Rotterdam. Dus dat mag je best zeggen, hoor. En het is vandaag Noordzeekrab? Noordzeekrab, avocado en kaviaar. We doen ook een gerechtje daarbij van gerookte paling en een klein beetje ganslever. We doen ook nog een stukje talbot en we doen heel mooi wagyu-vlees. En dan begint het wachten op Michelin-nieuws via internet. Zenuwslopend. En rond 12 uur de bevestiging via de telefoon. Oké, thank you very much. Bye bye. Zo. 1 ster? 1 ster. 1 ster. En? Nou, dat is toch top in 9 maanden tijd 1 ster kopen met een nieuw bedrijf. Dus ik ben zeer, zeer tevreden. Gezondheid. Ja. Cheers, Pik. Cheers. Het is voor je brigade die dag en nacht voor je klaarstaat. Die jonge jongens die keihard werken. Hey, daar is het gewoon een waardering voor. En hun komen daar verder mee in hun carrière. En voor mij als ondernemer is het natuurlijk leuk om de status te krijgen van je bent één van de chefs met een ster. Ondanks de druk die het dan met zich meebrengt. Ik werk vanaf mijn 17e onafgebroken in zaken met 1, 2 of 3 sterren, dus die druk is er niet meer. Echt niet. Top gedaan, dankjewel. Ja, brengt ons bij het weer. Willemijn, we zagen Parijs net. Zacht daar, hè? Bij ons was het ook zacht. Bij ons was het zeker ook zacht. In Limburg werd het 14,5 graad in L. Dus dat was ook een dagrecord. Nog nooit eerder werd het daar op dat station zo zacht. En wel was er veel bewolking vandaag aanwezig. Later kwam de zon door. Dat begon in het zuiden. En bereikte uiteindelijk bijvoorbeeld ook Almelo. En de opklaringen trekken nog wat verder richting het noorden. Nou, die bewolking die hoort bij een warmtefront wat over ons land lag. En die hoort weer bij dat lage drukgebied daar. Dat gaat stormachtig weer opleveren in IJsland. Dat is waarschijnlijk nog zacht uitgedrukt. Zware windstoten, zeer zware windstoten ook daar. Maar daar hebben wij niks mee te maken. Bij ons is het allemaal vrij rustig, hoewel het weer wel wat gaat veranderen. Nou, deze zone met bewolking trekt dus wat richting het noorden weg. En dat betekent dat daarachter dus opklaringen zitten. Vannacht wat helder weer, morgen wel wat zon. Maar dan krijgen we te maken met dit koufront wat vanuit het westen langzamerhand ons land gaat bereiken. En wat ook regen op gaat leveren. Nou, hoe dat morgen dan verloopt, dat ga ik u nu natuurlijk vertellen. Als eerste de nacht met die opklaringen die in het zuidoosten dan uiteindelijk... Nou, dit is niet helemaal de bedoeling. Temperaturen opleveren, die ook niet. We komen er vanzelf op. Deze
temperaturen opleveren van een graad of 5 in het zuidoosten. En daar waar die bewolking nog wat meer aanwezig is, is het een graad of 9. Maar de wind die komt uit het zuiden tot het zuidoosten. Vrij krachtig aan zee en bovenland matig. En dan morgen dus, met in eerste instantie echt nog wel wat zon, zeker in het oosten van het land. Later gaat vanuit het westen de bewolking toenemen en in de middag gaat er daar dan ook regen uitvallen. We zitten morgen nog steeds met die hoge temperaturen, 10 tot 12 graden op veel plaatsen. En de wind gaat wel wat draaien, zeker na de passage van het regengebied. Komt die uit het zuidwesten, trekt aan tot vrij krachtig en krachtig aan zee, bovenland dan nog matig. Achter die regenzone zitten opklaringen. Daar hebben we woensdag mee te maken. Vrij veel zon, droge dag. Donderdag waarschijnlijk ook droog. Misschien iets meer wolkenvelden. En daarna gaat de temperatuur wat omlaag. Dan komen we overdag uit op waarden zo rond normaal. Maar in de nachten blijven we er nog steeds ruim boven zitten. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Gestolen kunst uit het Westfries Museum duikt op in Oekraïne bij een ultrarechtse militie die er veel geld voor wil hebben. Nederland gaat ervan uit dat de kunst terugkomt. En in Nieuwsuur, Twitter en Facebook, het platform voor paniekzaaiers en grappenmakers. Veiligheidsdiensten hebben er de handen vol aan, maar ook zijn het bronnen om aanslagen aan te zien komen en te verijdelen. Om 10 uur, NPO 2. Goedenavond.